Kijk of ik rechts van voren kan opmaken. Loek, rot op! We gaan hier zo staan kijken en staren! Ga je zo? Ik mag onder Laude rokje. Wie is dit? Oeh, wie is dit? Dit is wel een knappe dude. Just flow. Dit is voorbij. Hoi allemaal! Leuk. Wat is dat ding ook gewoon? Echt een vies ding gewoon. Dit is gewoon een lippen... Een roze eikel die je net langs je lippen wrijft. Het is een roze eitje. Getver. Jullie kijken weer naar een nieuwe video. Wij zijn in de auto aan het wachten. Want Bowie heeft nu dansles. En dat duurt 3 kwartier. Dus wij zijn in de auto gaan wachten. Want de ouders mogen niet... Of de ouders, nou ja, de papa en de bonusmoeder. In ieder geval de ouders van de kinderen. Van alle kindjes die les hebben. Die mogen niet kijken. Want anders dan... staat er zo'n groep ouders buiten. En omdat ze nu vanwege corona geen les binnen geven, maar wel buiten, mag dat dus niet. Dus wij zijn aan het chillen in de auto. Hier staat ze. Oh, dit is zo schattig. Wat leuk dat Iris dat heeft gefilmd. Ik ken Iris gewoon nog van school. En die werkt dus nog steeds hier bij Lucia Martens. Nou ja, nadat zij... afstudeerde is ze daar gaan werken. Dus ik had haar gecontact van joh, wanneer zijn die kinderlessen? Want het is te leuk voor Bowie. Hij ziet. Hallo. Contact. Knapperd. Auw. Hallo. Hij duurt echt over. Misschien wel een heel leuk weetje. Ik was dus sowieso geen kattenmens. Toch? Moet ik daar kijken, ja? Ja. Ik was sowieso geen kattenmens. Dus ik was helemaal geen kattenmens. En Laudie had piep altijd. En in haar oude huizen, dan lag ik dan in bed. Opeens voelde ik zo'n soort van gluipuma. Zo. Ik zeg, Laudie, dit kan echt niet, man. Serieus. Elke keer. Maar wat was het nou? Altijd als ik bij haar kwam, bij Bibi, ging ze mij opzoeken. Als je bij mij kwam, bij mij ja, thuis, ging Biep jou opzoeken. Ze mij altijd opzoeken. Me echt mijn aandacht zoeken en me gewoon... En zij is een wijze arrogante kat, dus zij heeft met niemand iets. Dus ze ging me echt gewoon verleiden. Gewoon. Iedere keer zo, hello, it's me. Hello. Ja, en op een gegeven moment was die vonk daar gewoon. Nu is het echt mijn girlfriend. Zeg je en toen ben ik altijd een borstel, heb ik een borsteltje dan. En dan borstel ik, als ik binnenkom, dan klim ze op de tafel. Dan moet ik altijd eerst verborstelen. En als, ze dat niet doet, dan zit ze zo. Meh. Meh. Ze miauwt niet, zei meh. Ze van, hello? Meh. Dan moet ik eventjes dat doen, want anders is ze helemaal uit haar humeur. Dus ja, sindsdien zijn we gewoon matties. Oh. En IJs? Ja, maar IJs is gewoon omdat ze gewoon, mij een kindje voor jou gekregen. Dat is ons eerste echte kindje, zeg maar. Ons fluffy kindje. Juist, ja, die is gewoon echt... Maar dat is echt een heel diep vanochtend... Trouwens heb ik het niet eens doorgehad. Want hij slaapt echt bij Lau rechts bij de voeten altijd. En vanmorgen lag hij weer echt zo op zijn bed. En nog uit. Het is morgens goed, heel grappig. Maar nu ga ik weer verder. Dat was het. En dat is iets. Dus aankomende vrijdag, 29 mei. Radio Rijn Reiger. Nieuwe track van Luca Gilliot. Samen met Yaya Ma Nisha. Eind bereikt. En er zit nog een speciaal cadeautje aan. Een B-side. Nummer 2. Dus ik krijg 2 tracks voor de prijs van 1. En die heet voorbij. Maar ga luisteren. Echt dikke shit. En ga het gewoon vooral streamen. Want het is belangrijk dat die jongen gewoon het podium krijgt. Hij verdient het. Hij werkt zo hard. Het is tijd. En het is R&B, jongens. Nederlandse R&B. Leer dat nou. Oh, ik heb het zwembad net gedaan. Maar goed, ik ben nu heel even ook even aan die laptop geopperd. Ik moet even iets nog voor mijn vlogje doen. En dan zet ik hem online voor morgen. En wanneer jullie deze vlog kijken, dan zijn we alweer een week verder. Hè? Want wat ik vlog, zie je meestal een week later. Maar goed, alles is oké. Okay. Alles is oké. Okay. Het is zondag. En wij zijn echt even zondag aan het houden. Als in, ik heb al 2 wasjes gedaan. Eentje zit in het droge, eentje is aan het hangen. Ik ben nu bezig met de vaat.
schone vaat die ik dan opruim. Zodat onze ontbijtbordjes er weer in kunnen. We zijn al op pad geweest, Rijn en ik. En Bowie is bij ons. Die is meegegaan. Want wij... ik heb een bepaald jurkje in de shop. De Dolly Dots. Heel mooi jurkje. Ik heb ze echt al in heel veel kleuren gehad. Echt in het mint, blauw, roze, groen, crème, oudroze. En eigenlijk binnen een uur zijn ze steeds uitverkocht. Echt mega snel. Dus paars trouwens ook. Dus het is een heel prachtig jurkje gewoon voor iedereen. Als je wat voller bent, wat steviger bent, staat hij prachtig. Hij slankt ook heel erg af. Als je hoogzwanger bent, kan je hem aan. Als je gewoon maat S hebt, kun je hem aan. Dus hij staat elke vrouw mooi. Zelfs als je maat XXL hebt, past hij ook mooi. Want hij is lang en hij is vlierig. Maar toch met zo'n ceintuurtje maak je hem ja, getailleerd op jouw lijf. Dus het is zo'n populair jurkje. En ik krijg best wel veel berichtjes van teleurstellende mensen die hem willen shoppen. En dan is hij er niet meer. Dus wat hebben we gedaan? We hebben vanochtend nieuwe kleuren opgehaald. Ik ben nu gegaan voor zwart met witte stippen en blauw. Dus eigenlijk meer basic kleurtjes. De kleuren die we al hadden, die zijn vrij zomers en ook wel uitgesproken. Ik denk, nou ja, blauw en zwart, dat is ja, goed voor iedereen. Dus dat hebben we eigenlijk vanochtend al gedaan. Tussendoor natuurlijk mijn huisdieren verzorgd. Dat is ook allemaal gebeurd. En nu ga ik lekker opruimen de hele dag. Zometeen ga ik samen met mijn tuttebel dit spelletje spelen. Het heeft te maken met, ik weet het niet, maar iets met slagroom op het gezicht. Dus ik zei al, nou, we gaan heel veel slagroom in jouw gezicht smashen. Niet in die van mij. Op elkaar zetten. Ook nog, hè? Dat gaan we straks doen, toch? Ik ga eerst even opruimen. En dan gaan we aan de spelletjes, hoor. Mevrouw en ik. Ryan is al die jurkjes even naar kantoor brengen. Zodat die allemaal mooi uitgehangen kunnen worden. Zodat we morgen kunnen gaan shooten. En morgen weer alles online gaan zetten. Ja, wel hoor, ja. En ik doe alles met een slakkentempo. We hebben geen haast. Echt totaal niet. Einde van de middag brengen we Bowie weer terug naar de moeder. Dus we gaan gewoon lekker thuis rollen vandaag. Daar heb ik wel zin in. En dan hoop ik gewoon na etenstijd lekker een serietje aan te doen. En lekker te chillen met mijn billen. Ah, ga je papa groeten? Oh, liefje. Dan ligt hij zo lekker op zijn mand. En dan komt papi thuis. En dan staat hij op om hem te groeten. Is zo lief. Nee, echt niet. Serieus niet gewoon. Laat me hangen. Ik kus hem alleen als die camera aan staat. Wat een onzin, jongen. Ik kus je gewoon de hele... Ik kus jou zo vaak dat je elke keer zegt, nou, rot op. Goed, we gaan het spelletje spelen. Met z'n drietjes. En dan moet je dus volgens mij je gezicht daar doorheen doen. Daar doorheen. En dan, als je iets niet goed hebt, dan splash krijg je dus... Wat? Krijg je slag op je gezicht? Maar goed, Rijn draagt geen make-up. Dus Rijn speelt voor mij. En Bowie heeft natuurlijk ook geen make-up op. Ik zit helemaal in de maquillage. 3, 2, 1, go! Kijk hoe lekker, we hebben ook kousenband. Erbij met wat garnaaltjes en een beetje Piccalilli. Oeh. Piccalilli boy. Piccalilli. This is the Piccalil. It's so good. Het is echt zo waaierig weer. Kijk al die kussens gaan. Het waait zo hard. Maar jij bent fit. Ik zie het aan je. Je wil spelen. Je wil spelen. Waar is de bal? Waar is de bal, Rox? Kom maar. Eén, twee, ja! Oh, schatje toch. Hola, goedemorgen.
Het is maandag, een nieuwe dag, een nieuwe start van de week. We zijn net klaar met de pakketten. En we gaan nu om de dag af te sluiten. Ja. Nieuwe items die we gisteren hebben ingekocht. De nieuwe Dolly Dots waar ik jullie over heb verteld. Die gaan wij shooten. Maar vanochtend in alle haast eigenlijk geen oogmake-up opgedaan. Doe je alleen ogen, moet je niet ook een beetje poeder doen. Een beetje janen. Dus ik zei, ik heb bewust ook geen oogmake-up opgedaan. Omdat dan, of dat je dat kan doen, dan is het ook meteen mooier op de foto. Op een of andere manier, als jij mijn ogen opmaakt, zijn mijn ogen sprekender dan als ik het zelf doe. Laat je verwachten, doe het niet schat. Wacht, geef dit een kans, ey. Misschien ben ik te laat en misschien is dit nu klaar. Your eyes is niet als jou. Dat is een feit, maar je blijft maar ik jou. Je hebt gelijk. Zeg me, wat gaan we doen? Shooten. En ik heb nog wel een paar leuke andere outfitjes, maar die gaan we shooten met een model. Dat gaan we morgen doen. Voor nu heb ik dus een nieuw schoudervulling truitje aan in het lila. Die hebben we ook in het mintgroen. Het is gewoon een super leuk schattig shirtje. En door die schoudervullingjes is het net even, ja, meer een stijltje. Het is ook heel erg in nu. En het maakt niet uit wat je eronder aantrekt. Een bikershort, een lange broek, een kort rokje. Want ik heb nu een kort rokje aan. Dus ik heb hem dan nu gecombineerd met dit rokje. Maar er kan dus ook met een lange rok en wat ik zeg met een korte broek. Het is zo simpel. En je hebt gewoon meteen een superleuk outfitje. En deze rokjes, die hebben we dus in 3 verschillende maten. Een S, M, L. In het heel mooi mintgroen en in het lila. Maar let op, want het zijn natuurlijk gewoon hele wijde rokjes. Met een elastieke band. Dus je kan er eigenlijk nog een mensje voor hebben. Meer om aan te geven, mocht jij zwanger zijn, kan je hem aan, want je doet hem toch lekker in je taille. Mocht jij een wat grotere maat hebben, misschien groter dan L, dus XL en of XXL, dan kan je de maat L dus gewoon aan. Want die heeft dus ook heel veel stretch. Ik draag gewoon maat S. Zoals je kan zien, kan Fretje er nog bij. Free, kom jij even hier onderdoor? Huh? Jij kan er gewoon in. Jij kan erbij. Serieus? Maar van hoe tot hoe? Van onder. Zullen we eens proberen? Oh god. Nou, dan gaan we weer hoor. En dit is een van S. Onder? Ja, van onder. Dan ga je zo. Je mag onder lauwe rokje. En dan moet je eerst je koppie. En dan je schouder. Maar zo groot is hij dus. Trek zijn hoofd pas ertussen. Nou, hij is in ieder geval denk ik anderhalf keer een persoon. Ja, er zit gewoon, wat ik zeg, het is maatje S, maar kijk. Hi. Ja. Hi. Ik zou dus bijna denken, je kan er met z'n tweeën in. Bijna wel, ja. Fred is gewoon te breed. Nee, maar dus die zijn nieuw en nog veel meer ander leuks. Dus check dat maar even. Het kind wil ook weer op de foto, hoor. Zo zat, hè? Hij ziet ons de hele dag shooten en meneertje begint gewoon helemaal weer hitsig te worden. Heb ik niet al 2 weken gevraagd, want kan ik gewoon 1 keer even 3 foto's schieten? 3, hè? 3 weken is je verloren. En dit momentje van 5 minuten. En hij staat er hoor. En glunderen, jongen, dat hij doet. Glunderen dat hij doet. Heb je er plezier in of niet? Heb je er geen plezier meer in, schat? What are the odds? Dat jij
zo meteen naar buiten gaat, die lege broek van je uittrekt en een rondje in je boxershort rent over het parkeerplek, over de parkeerplaats. Ik zet hem wel daar. Vlogcamera ja. aan. En de vlogcamera 20. Blijft aan. 20. 20? Ja. Alright. 3, 2, 1, ta. Ik dacht dat ik weer 12 zag. Ik zag niet eens, ik kijk, ze zo'n getal. Ta. Wat are the odds dat we niet naar beneden gaan en dat ik gewoon een hele, die hele fles water over je heen mag gooien? Oh jee. 30. Waarom zo veel? Ben je een beetje angst aan? Nee, ik hoef niet helemaal nat te worden van water, schat. 30? Ja. Oké. 3. 2, 1, 20. Je zegt niet eens wat. We eten op kantoor. Het is 8 uur. Mijn hond is uitgelaten. En we hebben eten besteld weer, omdat het gewoon zo laat is. Ik heb lekker een pasta puttanesca met olijfjes. Lekker man. We zijn klaar met eten. Chocolate. We zitten nog op kantoor. En Fred zit kantoor. Zeg ik dat echt? Kantoor. Volgens mij wel. We zitten op kantoor. En Fred zit op Tinder. Sinds wanneer weer? Sinds gisteren heb ik, sinds 3 dagen geleden heb ik getinderd. Maar je hebt het echt 2016 ooit een keer aangemaakt, nooit echt wat meegedaan. Ja. En nu zit je 3 dagen aan tinderen dus. Kreeg ik van drie verschillende kanten, kreeg ik zo van, dude, want Grindr, ik weet niet of mensen een beetje een soort van dingen zijn, maar dat is echt een hele ordinaire gay app, wil je niet. Wil je niet. Dus Tinder is gewoon netter en... Maar we zitten nu op Fretse Tinder. En we zijn er eigenlijk een beetje doorheen aan het gaan. Ja, ik vind het ook heel rude. Vind je niet? Het is heel zo van, oh, je neus staat scheef. Woep. Het is heel erg, het is gewoon heel erg... Vleeskeuring. Ja, want voor hetzelfde geld, je vindt hem niet knap. Maar voor hetzelfde geld is hij super lief. Heeft hij en super kan hij heerlijk koken. En wil hij net als jij de wereld over. En laat hij mij echt lachen. En lachen. En misschien is hij een seriemoordenaar. Maar maakt niet uit. Dat kan ook. Toen is hij helemaal loco en psycho. Okay, maar... Misschien trekt hij naar de bodem van het zwembad. Tijntje? Nee? Ja, nou... Het is wel een soort van stoer. Ja. Hij is iets te jong, denk ik. Ja. Oké, dus dan ga je naar links en dan is het nul. Links. Bassie. Kijk, maar dan kun je dus wel lezen wat diegene dus doet. Oh ja. Want hij... Kijk, dat vind ik dus ook wel weer leuk. Deze persoon die heeft dus echt even zijn best gedaan om een accountje te maken. Ja, dat fotootjes, is fotootjes, muziek erin. Die is gewoon ook echt op zoek naar Insta. Liefde. Ja. Maar... Ja, ik geloof er gewoon heel erg heilig in dat je iemand in wild life tegenkomt. Ik ook. Maar ik ken echt wel stellen die elkaar op Tinder hebben gevonden, nog steeds samen zijn, waarvan er ook een paar getrouwd zijn. Dus het kan ook wel zo zijn dat je je partner gewoon hierop vindt, omdat je gewoon de tijd niet hebt om elkaar op straat te leren kennen. Want je gaat bijvoorbeeld niet uit, nu al helemaal niet. En alles is dicht. Alles is dicht. Dus waar ontmoet je als je single bent nu nog een persoon? Ik merk dus nu met dit, het is echt... Het is veel actiever waarschijnlijk. Als een boost, jongen, dit. Het gaat iedereen, als een terrein. Ja, iedereen die dus nu eigenlijk op zoek is naar love... Op straat vind je het niet. Bassie. Vind je Bassie leuk? Bassie is wel heel lief. En lief en lief inderdaad. Wel heel snoes. Snoes, ja. Oké, die like ik. Ja? Ja, dat vind ik leuk. Geliked. Oeh. Wie is dit? Oeh, wie is dit? Dit is wel een knappe dude. Just flow. Ik ben ook hier. Ik zit hier ook hij heeft een... Hallo, ik zit hier ook gewoon. Een goeie neus. Hallo, knappe dude. Ik ben precies hier aan de overkant. Vet lekker ding, joh. Daar zit ook een knappe dude. Ga je nou jaloers zitten aan de overkant. Sowieso. Gaat hij gewoon jaloers zitten doen. Met een pussy. Timmy. Je hebt een lekker baardje, hoor. Hij lijkt op je broer hier. Hij lijkt echt op mijn broer. Vind je niet? Oh, hij is lekker gespierd. Timmetjes van de sportschool. Dit is zo... Heb je dit nog nooit gedaan? Ik heb het nooit gedaan, maar het is wel echt heel leuk. Manager van dit, maar verder geen info. En dan denk ik ook, jammer. He loves. Hij schot. Hij schot. Vampire. Hij schot. Wat lekker pluimpje. Zo lekker pluimpje op z'n koppie. Oh, wat geweldig dit. Dit is zo... Hier, weer zo'n bel. Ja, maar wat heeft hij daarna? Hier? Ja, dat... Ik denk dat het lichtval is. Nee. Ik moet gewoon hopen. Het is een beetje apart. Dag. Pedro. Hey, looking hola, for a relationship. Hola. Pedro is looking for a relationship. Only 8 kilometers away from you. Maybe this is a possibility match. Misschien wil hij bij mij om de hoek komen. Misschien bij jou om de hoek. Is het een leuke match voor jou? Ik ben niet zo van de likes, denk ik. Like all great travelers, I have seen more than I remember. Ooh, Ryan.
Ryan? Ryan, je zit op Tinder. Eindelijk. Wat de fuck, joh. Oh, oh liefie. Dit is het. Want je kan bijvoorbeeld, je kan zeg maar die windmolens. Gebit is ook een beetje een ding, hè? Gebit is belangrijk, hè? Ik kijk ook altijd naar mond. Maar vind je dan mijn tanden. Gebit nu niet storend worden? Nee, helemaal niet. Want jij hebt spleetje hier, dat vind ik juist, dat maakt jou jou. Nee, het gaat me niet om hoe je gebit, het gaat me meer om de verzorging. Ja, ze moet gewoon schoon. Schoon en wit zijn en geen verzorgd. En als je een beetje scheve tandjes hebt, ja, lekker boeien. Ja oké. Okay. Dat niet. Maar vieze tandjes, dat vind ik... Ja, dat is... Ja, bruine tanden zijn ook niet perfect. Ze zijn Schotse scheef, ze ondergebit. Maar ja, ik ben ook van hem gaan houden. Iedereen heeft gewoon een paar dingen. Maar hij lijkt wel echt, let op wat ik nu ga zeggen. Ja. Op Eugene van The Walking Dead. Hij is sassy. Ja, dat is wel knap. Hij is sassy, heeft een mooie lach. Weet je waardoor dat bij hem kem komt? Dik haar. Wenkbrauwen. Baardje. Krulletjes. Dat maakt iemand zo leuk. Ja, ik vind hem leuk. Ik ga hem liken voor jou, mag dat? Ja hoor, doe maar schat. Als je matchen, dan heb je het gewoon maar. Ja. Cupid down. Oké, like. Dat zou kunnen, maar het kan ook zijn dat hij... Hey. Is je match? Ik kan het niet laten zien, dat vind ik niet netjes, want privacy. Maar hij heeft jou dus ook geliked. Yep. Dus nu gaan jullie met elkaar contacten. Nou, begin maar. Gelijk, hè? Fuck. Wat leuk, we zijn een match. Hoe gaat het? Gewoon een bad. Zo, hashtag broeikas effect. Match. Hoe gaat het? Nou, als je dat berichtje van me krijgt, hadden we het over jou. Hi. Gestuurd. Ik vind hem ook leuk. Vrij leeg. Dan? Wat? Ja. Bro. Dus, like. Doe. Zijn jullie match? Oké. Okay. Nee, waarschijnlijk niet. Maar het kan ook zijn dat diegene mij nog niet gezien heeft. Dat kan ook, oké. Ja, is een danser. Ja. Ja, dat zie je. Like. Oh, ja, dit is een match. Wat doe je gewoon bij mij? Even serieus. Gaan we het zeggen? Ja, tuurlijk. Oh, wat leuk. Ja, hij heeft jou dus gewoon ook geliked. Blijkbaar, ja. Wat leuk. Schattig, hè, dit. Van een Italiaanse karakteristieke kop. Hm? Ik zit hier. Ik ben gewoon aanwezig. Wat een jaloers. Happy, ben je klaar? Goedemorgen allemaal. Zo lekker ingezoomd. Wij zijn alweer de volgende dag. Wij hebben gisteren echt tot laat op kantoor gechilled. Als in na ons Tinder geintje ging Ryan Fred zijn haartjes nog knippen. Ik denk dat we om een uurtje of 10 naar huis zijn gegaan. Toen heb ik een nieuwe serie, niet een nieuwe serie gekeken, maar verder gegaan met de serie The Missing. Die kijken wij. Als je zin hebt in een nieuwe serie die heel spannend is, maar ook wel zeker een mindfuck, daar moet je The Missing kijken. Wij zitten nu in seizoen 2 en seizoen 2 is nog lijper dan seizoen 1. Dus dat hebben we eigenlijk gedaan en het is nu de volgende dag. Ik heb net Rox al gelopen. Ik heb zoals je kan zien mijn bikini al aangetrokken. Het is 30 graden vandaag. Ik werk dus vanuit huis omdat ik achter mijn iMac moet zitten. Het is administratiedagje voor mij en al mijn administratie doe ik altijd op mijn iMac. Daar staat namelijk ook alles op. Dus ik denk dat ik rond een uurtje of 3-4 daar wel klaar mee ben. En dan ga ik in de tuin liggen. Maar die bikini is al aan. Want bij ons achter is het echt bloedheet. Het is een soort van serre. Dat het een aanbouw is. Dus ik zit gewoon in mijn bikini achter mijn computer. En dat vind ik echt heerlijk. Dat kan niet in een normaal kantoor toch? Want er zijn altijd mensen. Maar nu als je alleen thuis werkt. In dit geval echt heerlijk. En daarna ga ik, als ik om 3 uur klaar ben, ga ik lekker liggen in de tuin. En ga ik zonnebakken. Dus eerst rammen en dan zonnen. Yeah. Dus ik vond het leuk dat jullie ook hebben gekeken. Laat me in de comments weten wat je nog meer wilt zien. Dat lees ik. Dan pak ik dat op en dan ga ik dat allemaal voor jullie regelen. Love, love en tot snel. Doei!